Emilio Ferreira, ik heb een wedstrijd gezien waar wel twee ploegen ervoor gingen, maar misschien net wat kwaliteit ontbeerde om te beslissen. Ja, ik ben nogthans in het spel heel content van mijn ploeg. Misschien hebben we niet te veel kansen gecreëerd, maar wel de grootste van de match met Oudrey. En dat is spijtig, want dat zou een fantastische avond voor hem zijn, want hij had een heel grote match gespeeld. De eerste helft moest hij vrij sterk achterin blijven, de tweede helft mocht hij vooruit gaan. Ja, inderdaad. De eerste helft, de afstand was een beetje groot tussen hem en de verdediging. Dus hij moest altijd verdedigen van achter. Maar dat is ook een probleem van onze verdediging. Onze verdediging was veel te laag, eerste helft. En tweede helft niet. Dus ik vind in het spel, in het controle van het spel en in het balbezit hebben we dat beter gedaan dan onze tegenstrever vanavond. Nu heb ik hier twee coaches die toch min of meer tevreden zijn met een gelijkspel waar geen van beide ploegen veel mee opschiet. Nee, maar het is een moeilijke match voor de twee ploegen ook. Hè. Het is een moeilijke match voor ons tegen Antwerpen. En je kent de situatie. Dat was toch een speciale wedstrijd vanavond voor Antwerpen met al die die probleem van de laatste dagen. En voor ons, ik heb ook de indruk dat we meer en meer als, als een blok en een ploeg gaan spelen. Want we hebben bijna niks weggegeven aan Antwerpen. Antwerpen heeft geen enkele kansen gecreëerd. Hoe zit het met de druk bij Leuven? Want die is er constant bij Antwerpen. Voel jij die ook toenemen of blijft die wat op hetzelfde niveau? De druk is constant en aanwezig overal. Dus we moeten onze best doen en resultaten boeken. Maar dat is logisch. Maar ik heb op dat vlak een beetje ervaring. Dus ik kan daar mee omgaan. Supporters hier zouden natuurlijk wel eens doodgraag nog eens winnen. Hè? Eén keer gelukt maar. Tegen de betere ploegen kunnen jullie geleid een trend houden. Maar het is niet voldoende. Hè? Nee. Het is niet voldoende. Wat we tot nu toe kunnen zeggen is winnen is heel moeilijk. Maar we verliezen ook niet zo gemakkelijk. We zijn een moeilijke tegenstrever om tegen te spelen. Maar bij ons mankeert iets om regelmatig de overwinning te nemen. Doelpuntenmaker misschien. Ja, inderdaad. Momenteel is dat een probleem, inderdaad. Ja. Of ligt het aan het veld van Leuven? We gaan niet alles op het veld leggen. Toch een beetje? Ja, het is inderdaad heel problematisch. Want ik denk we hebben de slechtste veld van eerste klasse, denk ik. Ja, dat zou inderdaad kunnen, maar kan er ook iets aan gedaan worden? Ja, ik ben geen tuinman, dus ik weet het niet. Het is niet ideaal om te voetballen. En zeker op de manier dat wij proberen te voetballen. Dus dat zegt ook misschien veel over onze resultaat buiten zijn beter dan onze resultaat thuis. Dus dat is misschien een element. Niet het belangrijkste element, maar één van de elementen misschien, ja.